Mats en Roel hebben een topjaar beleefd in de autosport. We zullen ze komend jaar blijven volgen en houden u regelmatig op de hoogte. Ook wij mochten een dagje meegenieten. Het circuit, Eurocircuit in Valkenswaard. Wat is precies de bedoeling vandaag? Nou, wij hebben hier onze sponsordag voor mij en Roel van der Zanden. We hebben het hele jaar rally gereden en dit kunnen wij niet dankzij andere bedrijven. Nou, er zijn hier dus heel veel partners en relaties van ons, oftewel sponsoren. Die proberen wij nou een leuke dag te geven. En als dank, zeg maar. En om te laten zien wat wij het hele jaar gedaan hebben. En wat ons bezighoudt, wat onze sport is, waar wij zo druk mee zijn. Dit seizoen is eigenlijk boven verwachting verlopen. Het was voor ons voor het eerst in een achterwiel aangedreven auto na 2 jaar in de Peugeot gereden te hebben. Het was heel erg wennen aan het begin, maar aan het eind van het seizoen is het toch gelukt om binnen de cup van de 12 auto's vijfde te worden. Ik heb in de Nissan 350Z heb ik het kampioenschap binnengehaald in de 350Z Challenge in de divisie 3. En in de C8, nou, de C8 is dan de klasse, divisie 3 is zeg maar de divisie waar je in rijdt. Nou, dat is de achterwiel aangedreven auto's of voorwiel aangedreven. Nou, die hebben wij dan gewonnen. En dan het kampioenschap in de auto zelf, omdat je in een Nederlands kampioenschap in van 10 à 15 auto's. Nou, dat is verreden over 7 wedstrijden. En we hebben het in de 6e wedstrijd hebben wij het kampioenschap al binnengehaald. En rij jij voornamelijk op een circuit of ook rally? Nee, we rijden alleen maar rally. Dit is puur voor de sponsordag dat we hier een keer een dag het circuit hebben om de mensen te laten zien wat wij doen het hele jaar. Een beetje het idee te geven wat er gebeurt in de auto. Maar normaal gesproken rijden we alleen maar op de buitenproeven, de industrieterreinen zoals in Sint-Oederode wel bekend is met de KP Sint-Oederode. Ik heb net een stukje met jou mee mogen rijden. Het valt weer op dat het een hele toch intensieve sport is. Ja, de concentratie is heel erg belangrijk. Kijk, ik probeer mijn eigen mentaal en fysiek goed voor te bereiden. Fysiek door veel te hard te lopen en te sporten. En ja, mentaal, de concentratie moet goed zijn. En hoe beter je conditie, hoe beter je concentratie. Ik probeer mij al te richten op bepaalde punten waar ik heen wil. En ja, ik probeer een gevoel te hebben met de auto. En de auto moet het werk doen en ik probeer het alleen maar te beheersen. Je drift eigenlijk naar een richtpunt in de bocht. Ja, als ik bijvoorbeeld drift zoals je zag. Dan focus ik me eigenlijk op een punt en dan moet ik me natuurlijk volledig voor concentreren. En ja, als ik dat gehaald heb, daarna is het dan weer goed. Maar ja, dus hoe geconcentreerder ik ben, hoe beter het gaat, hoe mooier het kan. En ook voor de rally, ja, drift is niet het snelste, wel het spectaculairst. Maar voor de rally heb je natuurlijk te doen met bomen. Stel dat je een heel droog stuk hebt en je komt in één keer in een vette modderboel. Ja, dan moet je wel geconcentreerd zijn, snel oppakken, snel reageren. Ja, dan kan de auto wel eens uitbreken. Dus ja. Het is natuurlijk een kostbaar sport. Hoe bekostig jij dat? Nou, we hebben heel veel sponsoren, heel veel partners die ik enorm dankbaar ben. Ook voor Roel van der Zanden. Die hebben ook veel bedrijven om zich heen. Anders kunnen wij dit niet doen. Nou ja, je ziet het is aardig druk. Dus ja, we zijn daar gewoon afhankelijk van. En we proberen hun veel terug te geven, zowel in media als publiciteit. Als met de auto, mensen uitnodigen op rallies. Nou ja, voor volgend jaar het wereldkampioenschap. Wat daar mooi is, dus veel publiciteit. TV-rechten heb je op Eurosport en RTL 7. Dus ja, we kunnen daardoor weer meer terug doen. Ja, want alleen lukt het niet.